Vandaag zijn wij bij elkaar gekomen om meer stil te staan bij de gebeurtenis van Ashura. En als wij stil, goed stil willen staan bij de gebeurtenis van Ashura, dan is het van belang om toch wel even de knelpunten eruit te halen. Waarom Ashura? Hadden we dat kunnen voorkomen? Wat is het verhaal nou? Wat zijn de uitgangspunten geweest? Waarom zijn er deze keuzes gemaakt door de RLB? Dat zullen we inshallah middels deze presentatie met z'n allen doornemen. En als gevolg daarvan zullen we met een interactie beginnen om diepgang te zoeken naar deze beslissingen en knelpunten. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. We horen elk jaar het verhaal van Imam al-Hussein, Maqtal al-Imam al-Hussein, dag 10 van Ashura. En dan horen wij hoe het gegaan is. Maar het is ook goed om stil te staan wat de aanleiding daarvoor is, voor deze gebeurtenis. Daarom de vraag, wat is de aanleiding voor martelaarschap van Imam al-Hussein? Het is goed om te weten dat er niet zomaar gekozen wordt dat de imam, dat de metgezellen van de imam vermoord worden. En imam al-Hussein wist het van tevoren. Sterker nog, de profeet, zoals wij weten, wist het toen hij van Gabriel te horen kreeg en de imam nog maar 5 à 7 jaar was. Dat imam al-Hussein gemarteld zou worden in Karbala en het torba heeft gegeven aan de profeet. Dit verhaal kennen we. Dus het is al bekend, het is een gegeven dat Imam al-Hussein gemarteld zal worden in Karbala. Maar de vraag is, wat is de aanleiding daarvoor? Nou ja, dat is een stukje geschiedenis. Zoals we weten, Imam Ali en Muawiya en de strijd toen. En dat Imam Ali werd vermoord en vervolgens kwam Imam al-Hassan. En al-Sulh, die contract die is opgesteld, Imam al-Hassan en Muawiya, zodat de ummah beschermd wordt. Dat verhaal, dat is een stuk vlak hiervoor. Voor dit is die sulh geweest, is Muawiya aan de macht gekomen als khalife met dwang. Want eigenlijk is het geen keus meer. Het is niet de keus van de profeet geweest. Allah heeft een andere keus naar voren gebracht. Voor Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein. En omdat de machthebbers, zoals Muawiya, toch wel in strijd ging en gevaar ging oplopen de umma, heeft Imam al-Hassan die sulh gemaakt. Een contract met voorwaarden dat wanneer Muawiya zijn khalifaat beëindigd wordt, dat het teruggekeerd wordt naar Imam al-Hassan als hij levend is. En als hij dood is, naar Imam al-Hussein. Maar wat doet Muawiya? Hij laat de leiding naar zijn zoon Yazid gaan. Buiten de afspraken. Daardoor is die overeenkomst eigenlijk van rechtswegen, is die niet meer geldig. En toch doet Muawiya dat met gebruik van kracht en macht. Imam al-Hussein bleef in Mekka, bleef in Medina en tijdens de ritueel Hajj is hij dus naar Mekka gegaan. Voor de rituelen. Maar daarvoor moeten we trouwens ook benoemen, Imam al-Hussein die kreeg heel veel schriften van de mensen in Kufa, zijn volgelingen, volgelingen van de Ahlul Bayt, van o imam, Yazid is aan de macht gekomen en wij worden hier onderdrukt. Yazid drinkt alcohol, doet dingen buiten het systeem van de islam. Hij geeft geen goed voorbeeld, juist een slecht voorbeeld van hoe je een moslim, goed moslim kan zijn. Dat kan hij niet geven. Juist een slecht voorbeeld voor de islam. Hoe kan hij de islam vertegenwoordigen in een islamitisch ummah? De verantwoordelijkheden werden door de moslims gelegd bij de imam. Sterker nog, o imam, help ons, red ons. Kom en wij zijn met u. Wij zijn standvastig met u. Kom, help ons, red de islam en red ons. Tuurlijk, als imam zijn, krijg je de verantwoordelijkheid als
leider, opvolger van de profeet, vrede zij met hem. En wanneer de profeet genoemd wordt, hoor ik graag een zeer luide salawat. Dus het komt eigenlijk op neer. Het is een bescherming van de islamitische umma, die verantwoordelijkheid krijgt de imam, en bescherming van de islam zelf. Want als de imam niet in opstand komt, wat zal er dan gebeuren? We weten dat politiek natuurlijk ook de islam probeert te veranderen. De doelen van de islam probeert te wijzigen. En zo hebben wij natuurlijk slechte voorbeelden zoals ISIS. Die natuurlijk inzet om een zeer slecht beeld te geven van de islam. En dat hebben wij allemaal meegemaakt in de media. Dat proberen ze toen ook te doen. Muawiya is daar bekend in. De media gebruiken om een vals beeld naar voren te halen, zodat hij in de macht kan blijven. En sterk blijft en groeit. Als imam al-Hussein dit accepteert, dan zal dat doorgezet worden. En dan zal je zien het nog erger gaan maken in het openbaar. Want Muawiya deed het gewoon achter de schermen. Tuurlijk loopt de islam gevaar. Tuurlijk loopt de umma gevaar. Daarom een opstand kon je niet omheen. De ideologie van de islam zegt al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Het goede aanraden en het slechte afraden. Usuluddin. Je kan er niet omheen. Als moslim zijnde hoor je dat te doen. Met je daden, met je woorden, met je hart. En imam al-Hussein, imam al-Hassan hebben het altijd met hun hart gedaan, hebben het met hun woord gedaan, en nu is het actie. Opstand tegen Yazid en tegen de onwil, de onderdrukking van hem. Zo is imam al-Hussein dus eigenlijk tot een punt gekomen toen hij in Mekka was, en de rituelen aan het uitvoeren is, kreeg hij steeds meer berichten van hey, o imam, help ons, help ons. Imam heeft natuurlijk Muslim bin Aqil gestuurd als vertegenwoordiger om te kijken van hey, hoe is die situatie daar? Muslim bin Aqil is daar geweest, waren genoeg mensen achter hem, gingen bidden achter hem van ja, klopt, laat de imam maar komen, wij staan klaar om op te staan. Dus Muslim bin Aqil heeft al een bericht gestuurd naar de imam. En die bericht is gekomen. Alleen toen was gekomen, toen zei de imam, oké, en nu moet ik dus de Hajj verlaten en naar Koefa gaan. Laten we hier even opletten. Dus de Hajj verlaten en dan jihad verrichten. Hebben we het? De Hajj verlaten en jihad verrichten. Waarom? Want de islam wil gevaren. En de islam is belangrijker dan de hajj verrichten. En de imam heeft al hajj, de eerste hajj al verricht. En zo is hij dus met metgezellen. En trouwens, dat is dus 8 Dhul-Hijjah. En dat is de jaar 60 na Hijra. Onderweg naar Koefa. De imam en zijn familie metgezellen hebben 1470 kilometer gelopen. Die 1470 kilometer zijn ze 38 keer gaan stoppen bij woningen. Bij moslims zijn ze daar gaan stoppen. En ze hebben, want ze hebben 24 dagen over gedaan, 24 keer overnacht. Zijn leuke gegevens die wij niet zo vaak horen. Dus zoveel hebben zij gelopen om te kunnen strijden daar. Om uiteindelijk in actie te kunnen komen. Dus die doorzettingsvermogen die was er. Alleen, hier zien we ook, ik ga even een stukje terug, hier vlakbij staan. Van Mekke is dus de imam begonnen met zijn reis. Is dus 2 keer gaan stoppen en bij As-Safa. Daar is de imam gaan stoppen en Al-Farazdag is de imam tegengekomen. En de rasool die natuurlijk die boodschap heeft overgebracht,
waarbij die hier al aangaf van, o imam, Muslim bin Aqil is vermoord. En die imam heeft al de stap gemaakt. En het verrast dat zei tegen hem, قلوبهم معك وسيوفهم عليك مع معامل. Hun harten zijn met u, o Hussein, mensen uit Koefa. Dat bleek er. Hun harten zijn met u. Ze geloven dat u de imam bent, dat u rechtvaardig bent en dat u opkomt voor rechtvaardigheid en tegen onderdrukking. Alleen ze zullen bezwaren tegen u uitsteken. En dat wist de imam. Dat krijgt hij al mee. En toch ging de imam door. Toen hij de imam bij Shuraf aankwam en daar heeft overnacht, heeft hij iedereen, zijn metgezellen, zijn vrienden gevraagd om zoveel mogelijk water, te veel water mee te nemen. Te veel water? Waarom? Zei iedereen. Alleen de imam die zei dat. Dus iedereen ging te veel water meenemen, maar ze wisten niet waarom. Zoveel hebben ze niet nodig. Maar wat gebeurt er? Muslim bin Aqil is gekomen in opdracht van bin Ziyad, van Yazid, van hij hou de imam tegen. Hij mag niet naar Koefa komen. Doe wat je kan doen, maar laat hem niet komen naar Koefa. Hou hem tegen, vertraag hem. En Muslim, sorry, Al-Hur, staat niet goed, Al-Hur bin Yazid al-Rayahi had de leiding om die opdracht uit te voeren. Hur, die moest het doen, maar imam die sprak hem. En die zei van, nou ja, maar Yazid is onrechtvaardig. Dus hoezo moeten wij dat accepteren? Want de imam moest of accepteren dat Yazid, dat is de opdracht voor Hur, of accepteren dat de imam Yazid accepteert, en dan mag hij mee naar Koefa, en anders mag hij daar niet komen. Want dan krijgt natuurlijk Yazid te veel onderdrukking en dan kan hij daar niet blijven. Dus heeft Hur de imam tegengehouden. Alleen toen Hur met zijn leger aankwam, 1000 man, hadden ze dorst. Geen water, en ook geen water, dorstig. Wat gebeurt er? En de imam wist dat de opdracht al bekend is dat hij vermoord mag worden. Hij ging zijn mensen vragen van, hey, kom met het water en geef die leger maar water, maar ook de paarden zelfs. Zelfs de paarden hebben water gekregen van imam Hussein en zijn metgezellen. Terwijl ze al weten wat er gaat gebeuren. Vervolgens is er weer een bericht gestuurd naar Al-Hur. En helaas staat nog steeds Muslim bin Aqil foutief. Al-Hur krijgt alsnog een bericht van, hij mag niet naar Koefa. Zorg ervoor dat hij een ander weg neemt. Dus imam die vroeg van, hey, welke weg kunnen we nemen? Een van zijn metgezellen zei, nou, we kunnen, ik heb een camelweg, we kunnen naar Karbala gaan. Dus zijn ze gelijk naar Karbala gegaan. En toen de imam daar kwam, toen vroeg hij, waar zijn we nu? Ze zei, bij Karbala. Hij zei, Karbala. Angst en rampspoed. Hij wist het al, want heeft het van de profeet gekregen wat we in het begin zeiden. Karbala. Hij zag het aankomen. En in die nacht mochten ze dus afscheid nemen. Waarom? Want de keuze is gemaakt. Imam Hussein gaat niet opgeven. Het gaat het leven van hem en zijn metgezellen kosten en toch is hij standvastig gebleven. Waarom? Islamitische ideologie, een leider die een goed voorbeeld moet geven, hoort ook niet op te geven. Maar niet alleen de imam, ook de metgezellen. Vrouwen, kinderen, familieleden, vrienden, sahabieten noemen wij het, van de imam, die metgezellen zijn gebleven. Alleen de imam zei, nou, morgen is dood,
blijven ze ook de volgende dag. Ze hoeven niet te blijven. Dus hij ging naar die tenten. Hij zag dat ze aan het Koran reciteren zijn, Allah aan het bidden zijn. En op een gegeven moment zei hij tegen de metgezellen van, o metgezellen, zij willen mij. Jullie hoeven niet te blijven. Ga terug naar Medina. Ga terug naar Mekka. Jullie hoeven niet te blijven. Laat mij alleen met hun. Ze willen mij. En zij zeiden, nee, Hussein. U bent hier voor de islam en wij zijn met u. En zo zie je dat mensen die geloof in hun hart hebben opgebouwd, in hun zielen hebben opgevoed, nooit twijfelen of zij de goede weg gaan nemen of niet. De volgende dag, natuurlijk in die nacht zat Hur te twijfelen van hij een keuze te maken, wat ga ik nou doen? Wat ga ik nou doen? Morgen is Ashura, de rest van het leger die komt en dan gaat het gebeuren. Ze gingen afscheid nemen, het verhaal van Hur weten we het, uiteindelijk is hij dus van kant van Yazid naar kant van Imam al-Hussein, omdat hij keuze moest maken tussen het paradijs en de hel. En uiteindelijk afscheid en iedereen was klaar om te strijden. Voorbereid, mentaal, lichamelijk, afscheid genomen van de familieleden om Allah te ontmoeten, de profeet te ontmoeten. Zo horen we ook in de verhaal, het verhaal van Imam al-Hussein, dat er ook belofte wordt gedaan door Imam al-Hussein van, hey, als jij nu doodgaat, krijg jij water van de profeet, vrede zijn. Salam. Er waren strijders die de dood opzochten voor de wil van Allah. En er was een groot slagveld. Mensen die stonden op, o imam, mag ik als eerst strijden? O imam, mag ik als eerst strijden? En zo gingen ze onderling. Ze gingen showen. Van, hé, ik kan strijden voor u, Hussein. En die andere zegt, oh, ik wil het ook als eerst. Is het een voetbalwedstrijd om met Ronaldo te gaan spelen? Wat is het? Wacht even. Jij gaat dood. Ja, ik wil gaan dood. Doodgaan. Dat wil ik ook. Daar heb ik voor gekozen. Waarom? Omdat ik weet waarvoor ik het doe. En waar ik er naartoe ga. Die overtuiging, die is er. En tijdens de oorlog was het tijd voor het middaggebed. Was het tijd voor het middaggebed. Oorlog. En niet op werk. Ik moet even belangrijke dingen afmaken. Dus ik typ even die e-mail. Ik stuur even die WhatsApp. Nee, oorlog. Mensen die aan het dood zijn en gaan. En toch zei Imam al-Hussein, laten we gaan bidden. Iemand zei van, hey, het is tijd voor gebed. Ja'alaka Allah min al-Muslimin. En zo zijn ze het gebed gaan verrichten. Ja, het is niet zo spannend. Oké, imam natuurlijk, die gaat bidden. Tijd voor gebed. Oké. Maar wat nog spannender is, dat er mensen voor de imam en de metgezellen die mensen die aan het bidden zijn, gingen staan. En al die pijlen gingen opvangen. Dat is alles spannendste. Wat voor mensen zijn dat? Als er een pijl of een spier naar de imam gaat, dan gaat hij dit doen om hem te beschermen. Wat voor soort mensen zijn die? Wat voor overtuiging hebben die mensen? Laten we daarbij stilstaan. Op een gegeven moment, ook na het gebed, verliest de imam familieleden. Zonen van Imam al-Hassan, andere familieleden. En op een gegeven moment kwamen bij een punt een baby die dorstig is. Een baby die niks weet van oorlog, niks weet van wat er allemaal gaande is. Toch is hij vermoord door mensen die niet eens weten wat een baby is. Puur omdat hij
Naar een gezin om watervloed voor de baby alleen is er onrust ontstaan bij de mensen, bij de soldaten van de tegenstander. Soldaten van Jezus. En doordat er onrust is gekomen, zeiden ze gelijk van, nou, vermoorden, zodat er geen onrust meer, dat er rust weer gecreëerd wordt. En dat we verder kunnen strijden tegen de gezin. Wat een denkwijze. En zo zie je dat onwetende anders denken en handelen dan weten. Weten ook wanneer wij Ashura herdenken dat er een grote gebeurtenis is geweest tussen de broers, de broederschap van imam al-Hussein en al-Abbas. Imam al-Abbas, salamullah alayh, kreeg toestemming na veel proberen van imam al-Hussein om water naar de tenten te brengen. Voor de kinderen, voor de baby's, voor de vrouwen. Want ze zijn gewend dat al-Abbas dat doet voor hen. En uiteindelijk kreeg hij toestemming. En is hij met zijn paard en zwaard richting al-Furat gegaan. Leger stond voor het Furat. En zonder te denken is al-Abbas door gaan zitten. Zonder te denken aan de dood en de moeilijkheden is hij door gaan zitten om toch wel met water terug te komen. Uiteindelijk heeft hij zoveel soldaten vermoord en bij al-Furat het water gepakt in zijn hand. En nu kan het. Nu kan het. Nu kan ik toch wel die stok in het kracht opbouwen. Hij gooide het water weg omdat hij aan Hussein dacht. Hij dacht aan Hussein, hoe kan ik nou het water drinken terwijl mijn broer dorstig is? Terwijl de vrouwen en de kinderen dorstig zijn. Hij gooide het water en is op gaan staan, emmer vullen en weer terug richting de tenten. Wat een denkwijze hebben we hier bij Abbas. En zo zien wij dat hij gemarteld is, handen gekapt, een spier in zijn oog, paal op zijn hoofd en plat lag hij. En toen hij plat lag, hij zag niks meer, kwam er een persoon naar hem. Hij zei, oh diegene, laat mij, ik wil dat er een persoon komt, dat ik hem even kan spreken. Kijk die liefde. Kijk die relatie, broederschap. Hij zei, o Abbas, ik ben je broer, Hussein. Hussein zei, el-aan in kesar al-wahri. O Abbas, nu is mijn ruggengraat gebroken. Hoe kan ik nou die strijd verder aangaan? Hussein pakte zijn hoofd, legde die op zijn schoot. Alleen Abbas haalt hem weg. Waarom? Hij zei, wie gaat nou jouw hoofd op schoot leggen? Dan is er niemand, je blijft er alleen op zijn. Dat is dus meeleven met je broer. Dat is broederschap, broeders en zusters. Dat zijn lessen die wij uit kunnen trekken. Geld is niet waard, materialisme is niet waard. Broederschap is veel waard. Maar verder moest er zijn zonder Abbas, met een gebroken rug, mentaal. En uiteindelijk is Hussein met heel veel kracht en man, is hij gemarteld in Karbala. Is Zeynep hem gaan rouwen. Een slagveld voor ogen van vrouwen en kinderen. Dat is wat er gaande is geweest. 10 Ashura. Verdriet van Zeynep. Kinderen huilend kijkend naar de gemartelde vaders, zonen, neven, noem maar. Vervolgens zijn de tenten verbrand. En de vrouwen en kinderen zijn gevangen genomen richting Yazid. Eerst richting Koefa, vervolgens richting Sham. Een verhaal dat alleen maar pijn doet bij een moslim, niet-moslim. Menselijk aanval. Niemand kan dit accepteren. Mocht Allah dit ons kracht geven, zodat wij
beter imaan in ons hart te mannen. Zodat wij toch wel groeien in die imaan waar deze personen in zijn gegroeid en dingen hebben bereikt in hun leven. Mogen Allah dit ons lessen laten uittrekken, dat wij anders gaan met onze keuzes, met principes die wij hebben, met doelen die wij stellen. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa alihi Muhammad.